Sal kent mij in augustus langer zwanger dan niet zwanger. We zijn er wel achter gekomen deze week dat ik zwangerschapsdiabetes heb. Oh. Is natuurlijk wat minder, maar in principe kan het geen kwaad. Ik ben heel erg blij dat ze erachter zijn gekomen. Wat ze hier dus doen, is eigenlijk wat meer testjes dan in Nederland. Elke controle die je hier hebt, moet je bloed prikken en urine afgeven bij een verloskundige. En dan gaan ze gewoon checken of alles goed is. Natuurlijk super fijn. En toen kwamen ze erachter dat mijn suiker wat te hoog was. En toen ben ik dus gisteren ben ik een suikercontrole gaan doen in een ziekenhuis. Ben ik daar een half dag geweest en daar kwam het uit. Dus ik heb daar nu ook vrijdag een gesprek mee dat ik een dieet krijg. En het beste voor de kleine. Ja, je moet vooral op je voeding gaan letten. Ik krijg nu ook zo'n prikkertje, heet het volgens mij. Ik ben nog helemaal nieuw hierin. En dan moet ik gewoon gaan zo min mogelijk suiker natuurlijk binnenkrijgen. Want nu heeft het babytje iets wat dikker buikje. Dus iets wat opgezwollen. En dat komt dus door die zwangerschapsdiabetes. Helaas hebben heel veel vrouwen hier last van. Maar wordt het vaak niet getest. Dus ik ben blij dat ik ben getest. En als ik nu gewoon weer goed ga opletten met eten en zo, dan moet het helemaal goed komen.